Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik op het strand. Ik hoop niet dat er een storm komt, maar die komt zeker binnenkort. Maar ik ben vandaag met Barry en Willem, die zie je daarachter op het, in de zee met de waadpakken aan. En ik ben benieuwd. Ik ben nooit zo fan van het strand zoeken, maar ik heb vandaag wat instellingen bekeken voor de AT Max, voor op het natte zand. Dus die ga ik proberen en die ga ik ook met jullie delen. Dus laten we gauw beginnen. Let's go! Kijk, Barry is gaan, jongen. Die hard waterzoeker. Ja, ja. Mooi signaal had ik. En ik heb hem gegraven en het is een muntje. Ja, volgens mij is het een Engels muntje. Oh nee, 1 zlotie. Volgens mij uit Polen. Nou, eerste muntje in de pocket. Ja, 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 ik heb weer een muntje. Een 50 centje. Een beetje vergaan, maar ja. Tweede muntje, yes, ik lig voor. Maar ja, die mannen zijn natuurlijk ook in het water aan het zoeken, dus ik vind het knap van ze. Nou, ik zal jullie even vertellen welke instellingen ik gebruik op het natte zand. Want ik heb altijd een beetje moeite met de Max op het natte zand. Maar ik heb nu instellingen gevonden waarbij dat echt goed te doen is. Dus ja, ik ga het jullie even laten zien. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik loop sowieso in zero. Ja, dan heb ik de Iron Disc op 23. De Sensitivity 2 streepjes naar beneden. En wat je dan moet doen is automatische grondbalans. Oh wacht, en de Threshold heb ik op min 3 staan. En dan ga je automatisch grondbalans doen. Nou, dat is ingedrukt houden en pompen. En daarna doe je nog via Shift en dan handmatig grondbalans. Doe je nog 3... minnetjes. En dan is hij eigenlijk redelijk stil op het natte zand. Tip van Annemiek. Nou, ik ben even op het droge zand. En mijn eerste muntje op het droge zand is een, ja, ik denk een, hoe noem je dat? 5 centje. In ieder geval is die helemaal verrot. Helaas. Ja, ja, de teller staat op 4 muntjes. Het is maar een eurocentje, maar toch weer een muntje. Ja, best handig zo'n eigen graafmachine. Nou, ik weet het niet. Volgens mij heb ik goud. Mijn eerste goud. Oh. Hij kwam ja, laag binnen, dus goud komt laag binnen. Dus laten we hopen dat het echt is. Hoehoehoe. Kijk, daar ligt hij. In ieder geval is het goudkleurig. En ik hou het op goud. Yes. Ja, ja, ja. Weer een roestig muntje. Ja. Even de tussenstand bij Barry. Aardig wat muntjes. En een goudkleurig iets. Met groen koper erin. Ja, helaas. En even bij Willem kijken wat hij allemaal heeft. Ook aardig wat muntjes. Woehoe. Nou, we zitten allemaal in de bus dan, toch? Ja, 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 ja. We mogen allemaal ook weer mee naar huis. Ja. Nou, gelukkig. We moeten nog even doorgaan tot we het parkeergeld eruit hebben. Ja. Oh. Nou, Barry zei dat we het parkeergeld eruit moeten verdienen, dus ik ga voor het grotere geld. En wel een 2 euro muntje. Woe! Het begint een beetje saai te worden, al die muntjes. Nou, volgens mij deze keer 1 euro. Nou, voor deze vondst had ik niet eens een metaaldetector nodig. Ik zag hem gewoon liggen, dus laten we even gaan kijken. Hij is goudkleurig.
weet niet of jullie hem al zien. Het is best verstandig, maar het is een oorbel. Ik denk een neppe. Zo te zien, hij is een beetje verkleurd. Maar toch, weer een sieraad. Mijn tweede vandaag. Ja, dit kan je ook vinden op het strand. Een vork. Uiteraard geen zilveren, maar waarschijnlijk van de strandtent. Zo, zoals jullie hebben gezien, hebben we even lekker gegeten, gedronken, even bij het kampvuurtje gezeten. Dus we zijn weer helemaal klaar voor de tweede ronde. En mijn eerste beetje leuke vondst is weer een muntje. Naast al het afval natuurlijk, dopjes, schroefjes en dat soort dingen. Maar het muntje is wel een beetje verrot. Ja, dat gebeurt met het zoute zand. Komt-ie. Kijk, daar ligt hij. Het is echt een gaar 1 of 2 centje. Eurocent, ja. Die gaan zo helemaal verrot eruit zien. Na een tijdje. Maar goed, het is weer een muntje. Perry heeft een hotspot. Net al 1 euro en 50 centje eruit gehaald. Ja, 1,50 tot nu toe. En nu, wat komt er? Er ligt nog meer. Ja, nog een muntje. 10. Nou, 1,60. Nou, misschien ligt er nog meer. Ja, geef het nog niet op. Geef nooit op. Kunnen we luisteren? Ja. Stop. Ah, nou ja, toch 1,60 euro. Ja. En Willem staat daar lekker bij het water. We waren helemaal nieuw. Nou, naast Barry's een hotspot vind ik ook een muntje. 1 euro. En ik ga ook even kijken of er nog meer ligt. Wie weet. Kijk, daar ligt hij. Deze ligt er ook nog niet zo lang. 1 euro. Die is in ieder geval in de pocket. Dus dan gaan we even kijken of er nog meer ligt. Nee, helaas. Geen hotspot voor mij. Live Dick met Barry. 80 bij mij. Op de max. Maar ja, wat zou het zijn? Eindelijk die zilveren mooie dikke ring. Of zou het gewoon een blikje zijn? Hij ligt dieper dan ik dacht. Meestal als het zo diep is, is het een blikje. Bijna. Ik denk een blikje. Komt die aan? Ja. Oh, een mooi blikje. Oh, wat is bijzonder. Ik krijg hem niet uit. Nou, jammer. Hoppa. Waar is die? Ja, daar is hij kwijt. Even luisteren. Zit er nog steeds in? Nou, dat allemaal voor een blikje. Ja, daar komt hij. Maar ja, gaat dan mooi in de prullenbak. Kijk hoe mooi die is. Hier staat ze gaat op. Kijken. Oh, mooi. Zo, we gaan stoppen. We hebben even een mooi plekje gevonden om de vondst eventjes allemaal uit te leggen. Om te kijken wat we allemaal hebben gevonden. Ik ben er bijna van dus, ik ga het jullie even laten zien. Willem, dit zijn jouw vondsten? Ja, echt wild. Een paar munten, euromunten en... Je hebt wat te puzzelen thuis. Onderweg in de auto. Ja, kan ook. Het is sowieso nog een uurtje. Ja, maar, en wat is dit? Twee. Ja, twee. Euromunt. Oh nee. Ja, apart, dat weet ik ook niet. Nou, lekker gevonden. En Barry, wat heb jij? Ja, kijk, ik heb twee van deze. Twee haakjes. Dit is goud volgens Willem. Nou, geloof ik niks van. En een paar euro. Een paar. Nou. Vijf bij elkaar ja, hoor. Ja, wel de meeste. Oh. En nou mijn vondsten. Nou ja, die hebben jullie al gezien. Mooie vork, oorbel en een paar euro's. Zo, dit was het weer. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Ik in ieder geval wel. En Willem en Barry, was het weer gezellig. Ja, ik heb het druk. En hopelijk zien jullie weer volgende keer bij een nieuwe video. En ik was in ieder geval blij met mijn instellingen voor op het natte zand. Dus aanrader om ook een keer te proberen. Tot de volgende video!